de gevangenis van Hasselt. Hier verblijven zo'n 540 geretineerden. Zeven onder hen zitten afgezonderd op deze vleugel, op het gelijkvloers. Het is sectie 10, de zogenaamde D-Radex. Het is een onderdeel van het gevangenisplan dat werd opgestart na het oprollen van de terreurcel in Verviers en later de aanslagen in Parijs en Brussel. En dat plan kreeg directeur Paul Douwe op zijn bureau gelegd. Niemand van mijn collega's stond erop te springen. Het was een uitdaging waar we eigenlijk op voorhand en zelfs nu nog niet helemaal een antwoord op wisten. Dus heel enthousiast waren we niet, ik zal eerlijk zijn. Dat schept ook verwachtingen naar oplossingen toe, waar wij ook dachten, daar kunnen wij nooit aan voldoen met de kennis die wij maar hebben van de problematiek, met het gebrek aan antwoorden. Nochtans was een aanpak van het probleem erg nodig. De gevangenis is een plek waar mensen makkelijk vatbaar zijn voor radicalisering of waar geradicaliseerden elkaar vinden. Dat bleek ook uit het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en Brussel. We zijn dat gaan monitoren en vastgesteld dat toch wel een verontrustende evolutie was. Die radicalisering in de gevangenissen en personen die vanuit die geradicaliseerde houding ook wel tot actie wouden overgaan. Die aanwezigheid van de gevangenissen was een probleem. Het is een probleem dat lange tijd niet gezien werd. Ook niet door hen die er dichtbij stonden. We hebben dat niet gemerkt dat de radicaliseringsgraad in die mate aanwezig was. Ik denk dat het ook een fenomeen is dat zich redelijk snel ontwikkeld heeft. De populariteit van het radicale gedachtegoed. En de snelheid waarmee sommige van ons cliënteel daarmee op stap gingen. Ja. Losse bezoek staat aan. Hier gaat het over. Rex is de sectie 20 waar geretineerden verblijven met een bijzonder statuut. Onder andere dat van terrorist. Links is de sectie 10, de D-Radex. Hier verblijven zeven gedetineerden met een terroristenstatuut en van wie men denkt dat ze anderen kunnen beïnvloeden. We kregen toestemming om op de D-Radex te filmen. Maar dan moest het echte werk nog beginnen. En dat was erg moeilijk. Het lijkt wel of angst hier regeert. Angst voor journalisten, angst voor terroristen. Het is toch een beetje te veel van ons personeel verwacht om te denken dat die daar enthousiast voor gaan zijn. Nee, dat is echt een klimaat van schrik, van terugdeinzen, van wie gaat hier komen. Zijn dat die terroristen zelf? Zijn dat mensen waarvoor we elk moment op ons hoede moeten zijn? Gaan er hier binnen aanslagen met terroristisch karakter gepleegd worden? Want we staan wel op de eerste lijn, dan zijn we mogelijke slachtoffers. Allee, dat zijn de vragen die in het begin toch wel leefde het personeel. En ook bij ons, hè. Ik moet daar niet over liegen. De angstbeeld wordt niet alleen gecreëerd door de persoon zelf die hier opgesloten is, maar door heel de mythe, het beeld dat daar rondhangt. Maar de paradox is, zo blijkt, dat op die afdeling waarvoor het meeste angst is, eigenlijk het minst gebeurt. Ik werk hetzelfde als op andere afdelingen. Voor mij blijft het hetzelfde. Wij zijn er voor de veiligheid. Als onze shift gedaan is en er is niks gebeurd of alles is veilig verlopen, dan is die voor mij goed. Voor de rest zijn er vrij weinig, tot nu toe vrij weinig incidenten geweest. Geen agressie. Ten tijd dat het open is. Dus het valt eigenlijk al wel goed mee. We hebben daar weinig gesprekken mee. Of ja, dat wel. Minder, denk ik, als op andere afdelingen. Heb je het gevoel dat zij zich een beetje afsluiten? Ja, toch wel, ja. Dus net zoals andere gedetineerden, sommigen gaat dat vlotter, anderen gaat dat helemaal niet. Ik moet wel zeggen dat de afstand hier tussen de chef en de gedetineerden groter blijft. Hoe komt dat? Een beetje ook achterdocht van hunnentwege, denk ik. Voorzichtigheid van hunnentwege. Jullie worden gezien als de vijand. Ja, ik neem aan dat je het zo mag zien. Sectie 10, bevolking 7, aanwezig 3, 4 op de wandeling. We hebben ook de ervaring dat op vlak van de interne veiligheid het risico toch niet zo groot was zoals dat we in het begin inschatten. Eigenlijk is dat geëvolueerd tot een
relatief rustige afdeling, zoals een van de meest rustige in de gevangenis. Sectie 13, bevolking 54, aanwezig 45. We zijn nog op ons hoede, hè? We gaan niet naïef zijn, hè? Maar we hebben de ervaring gehad dat er hier inderdaad nauwelijks incidenten zijn, dat de mensen zich meestal sociaal wenselijk gedragen. Hoeveel de uiting is van de reële opvattingen, of de achterliggende reële opvattingen, dat is nog iets anders. Maar dat zich naar ons toe zeer sociaal wenselijk gedragen. In de beginperiode stonden hier permanent 3 cipiers voor een 10-tal gedetineerden. Nu 2. En nog is er vaak niet veel te doen. Ik wil niet permanent op die sectie 10 staan. Want dan zou ik in de eerste plaats nog 30 kilo zwaarder wegen. En verveling zou toeslaan. Er zijn dagen bij dan die lang trekken daar. Ze zitten nu momenteel met 7 man achter de deur. Wat eigenlijk wat weinig is voor de 2 bewaarders die daar staan, om die in beweging te houden. Het blijft meestal bij een begeleiding naar de fitness, naar een advocaat, naar een bezoek. En zorgen voor douches. Ja, soms zijn de dagen lang. Als ik er 5 dagen op reis sta, is het voor mij genoeg geweest. Is het echt wel genoeg geweest. Als ik hier rondloop, ziek, verveling. Ja, dat klopt. Dat is zowel bij de gedetineerden als bij het personeel dat hier bezig is, is er veel tijd die niet ingevuld wordt. Hè? Of die niet op een actieve manier ingevuld wordt. Dus dat is inderdaad een probleem. De cipiers die hier werken kregen een aparte opleiding. Die moet hen toelaten tekenen van radicalisering beter in te schatten. Want ook dat is duidelijk. Cipiers moeten deuren sluiten, maar vooral ook ogen en oren open houden. Wij houden dus van iedere gedetineerde een persoonlijke fiche bij. Hun gedrag in het individueel, hun gedrag naar ons toe. De bewegingen die zij maken die dag. En hoe gedetailleerd is het? Ja, dat ligt eraan wat er gebeurt die dag natuurlijk. Hè. Soms, het is heel vaak dat we daar niets op moeten invullen. Of dat alles normaal is, dat alles oké is. Meestal. En kan je dat eigenlijk wel doen? Want er zitten heel veel mensen hier die een andere taal spreken, die jij niet verstaat. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons. Hè? Vooral door de andere taal. Maar voor zover in de mate het mogelijke proberen we dat op te volgen. Hè? Dus, maar wat er onderling, ja, in hun taal, dat is voor ons natuurlijk, dat is voor ons natuurlijk niet makkelijk. Hè? Religie is een erg belangrijk gegeven. De imam komt hier geregeld op bezoek en heeft ook een rol in de deradicalisering. Helaas wou wij niet meewerken aan de reportage. Ja, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Hè. Dat merk je aan hun gebedsmomenten. Zij bidden toch meer als de middelmatige moslims op andere secties. Dat valt wel op, ja. Voor hun is dat heel belangrijk. Ze zitten veel op een bidmatje, zal ik zo zeggen. Ze lezen heel veel in hun heilige boek. Ook heel veel druk in de groep. Het invullen van de informatiefiches gebeurt 2 keer per dag. Door de ochtendploeg en door de namiddagploeg. Er moet steeds geantwoord worden op dezelfde vragen. Wel, er wordt vooral op gelet hoe de interactie is van de gedetineerden onderling. Naar het personeel. Is hem slechtgezind? Houdt die slechtgezindheid een periode aan? Dat wordt allemaal opgenomen in observatiefiches. De onderlinge contacten van de gedetineerden. Bijvoorbeeld spreekt gedetineerde A gedurende een bepaalde periode niet meer tegen gedetineerde B. Wat zou daar kunnen achter zitten? Poetsen ze een cel? Nemen ze een douche? Hoe gaan ze gekleed? Met wie gaan ze om? Toezicht op de wandeling bijvoorbeeld. Hebben ze contact met andere gedetineerden in hogere verdiepingen bijvoorbeeld? Wordt er geschreven op de wandeling? Al dat soort dingen eigenlijk. En jammer genoeg krijgen we daar dan heel weinig feedback van. Dat is dan een minpunt. Daar zijn we al heel lang vragende partij voor, maar tot nu toe loopt het niet. MUZIEK
we daar niet naïef in zijn. We willen niet het risico lopen dat er bijvoorbeeld op deze afdeling tussen verschillende mensen plannen gemaakt worden om nieuw terroristisch gedrag te stellen. Natuurlijk monitoren wij dat en met ons andere diensten. Daar maken we geen geheim van. Het gevangeniswezen deelt de informatie met de politie en inlichtingdiensten en werkt ook samen met het OCAT, het orgaan voor de dreigingsanalyse. We maken daar geen geheim van. Het gevangeniswezen is een van de diensten die voor de veiligheid in dit land verantwoordelijk is, die daar zijn rol in speelt. En wij communiceren intensief met de andere diensten die daar ook opdracht in hebben, dat is duidelijk. Mag ik nog eens heel even storen? We er nog eens kunnen over nadenken. Bij de voorbereiding van het programma hadden we contact met alle 7 gedetineerden. 5 onder hen wilden ook een gesprek, maar onder record geïnterviewd worden, dat zag uiteindelijk niemand zitten. Est-ce que vous avez encore réfléchi? Ondanks herhaaldelijk aandringen. Jij blijft bij je standpunt? Eén iemand twijfelde op het laatste moment nog steeds. Hij vroeg bij ons laatste bezoek nog even bedenktijd. Als we weggaan, horen we dat hij overlegt via het venster met zijn buurman. Ook hij haakt uiteindelijk af. Het zegt iets over de groepsdruk. De groepsdruk is er wel. En er is ook competitie binnen de groep. Er wil altijd een of andere de leider zijn, weet je. Die proberen elkaar van de troon te stoten. Nu is zich dat wat gelegd, zal ik zo zeggen. Maar in het begin merkten we dat wel, dat bepaalde gedetineerden, ik wil geen namen noemen hier, maar zich profileerden als de leider en dat anderen dat ook probeerden en dat je dan ziet dat er groepen gevormd worden. Wij zien dikwijls een groepsdynamiek, strijd om het leiderschap, om de status. Zitten zij ideologisch op dezelfde lijn? Qua basisideeën en basisradicale religieuze opvatting, wel, hoe dat zich dat verder diversifieert, zijn er toch wel verschillen. Zijn er onderling spanningen? Met momenten zijn er onderling spanningen, ja. Ja, ik ben hier knecht. Ik zorg voor de emmerswater, voor de kuizen, voor de gevangenen. Dan kuis ik de douche, kuis de gang, allemaal de kantoren hier, de keuken, hè, voor de chef. En dan doe ik een persoonlijke was elke dag. En dan was ik die, ik droog die, ik plooi die op. En dan 's middags kom ik het eten brengen. Maar het is wel uitzonderlijk dat zeg maar, een gewone gedetineerde hier op deze gang komt. Ja, dat is, voor mij is dat beperkt. Dus ik mag alleen maar komen als er niemand hier op de sectie is. Hè, terwijl ze wandelen zijn of op cel zitten. Ik heb een schema en ik weet, ja, op die uren, op die moment mag ik hier zijn en dan niet. Zo is het. Ja. Je mag geen contact hebben met hen? Nee, ik mag geen contact hebben. Nee. Op geen enkele manier? Nee. De 7 gedetineerden hier worden afgezonderd van de rest. Het is de essentie van de DRADEX. In het begin bevestigde dat hun status, maar ook dat lijkt voorbij. En bij de andere gedetineerden, kijken ze een beetje op naar de mensen die hier zitten? Nee, daar wordt niet over gesproken. Nee, toch niet. Ja, die weten dat niet, hè. Die zien je nooit niet, die weten niet wie er zit. Hè. Dus daar wordt ook niet over gesproken. Nee. Dat zegt ook Said. Hij zit al jaren op een andere vleugel in de gevangenis voor feiten van geweld. Wel, er praat bijna niemand hierover. Nee, er praat niemand over. Nee. Worden ze dan doodgezwegen? Worden ze genegeerd? Ja, het is een apart, ze zien ze. Jij zegt het zelf, ze worden apart opgesloten. Dus ze moeten ze wel negeren, ze komen ze niet tegen. Als geradicaliseerde andere gedetineerden kunnen beïnvloeden, zou het omgekeerde dan ook waar kunnen zijn. Kunnen gewone gedetineerden de geradicaliseerden op hun beurt ook op andere gedachten brengen? Daar zijn misschien kansen voor. Langs de andere kant heeft het verleden ons geleerd
dat we in onze gevangenissen heel wat mensen hebben die een zeer zwak zelfbeeld hebben, die zeer vatbaar zijn voor bepaalde opvattingen en die duidelijkheidsschappen. En die mensen eigenlijk van een loser op enkele dagen een potentiële held maken. En dat is toch een risico dat ons zeer ver gebracht heeft, dat we onderschat hebben en dat we niet willen herhalen. Ik weet wel dat er heel veel gedetineerden echt wel vatbaar zijn. Door jarenlang in de gevangenis te zitten, zonder uitzicht, zonder... Ik denk dat dat wel iets met een mens doet, ja. En dus dat zij vatbaar zijn voor dat soort radicale ideeën? Daar ben ik heel zeker van dat er daar verschillende zijn, ja. Er wordt niet naar opgekeken alsof het mensen zijn die iets speciaals gedaan hebben? Nee, je bedoelt helden of zo. Nee, helemaal niet. Nee. Er wordt niet opgekeken, nee. Ik denk zelfs dat een aantal gedetineerden een beetje haatdragend is naar de gedetineerden die hier op sectie zitten. Ook omwille wat allemaal in de media heeft gespeeld, de aanslagen, de IS. Ze verpesten de sfeer. Ze verpesten de sfeer, ja. Ja, je zit hier in de Limburg, hè. De meeste zijn hier allemaal voor drugsfeiten. Hè. Dus 90% moet je zeggen. Hè. Dus die zijn heel anders. Hè. Dus die kijken daar heel anders tegenover. Het enige waar die over praten als je op de wandeling bent, is over drugs. En, ja. Voor de rest heb ik dat nooit niet... Ik kan hier wel niet veel buiten, maar ik heb nooit niet veel horen praten daarover. Hè. Nee. De gedetineerden die op de DRA-dek zitten, hebben een straf die gaat van 5 tot 15 jaar. Sommigen, maar ook niet allemaal, zijn veroordeeld voor feiten in verband met terrorisme. Maar ze worden alle zeven wel beschouwd als mensen die anderen zouden kunnen radicaliseren. We gingen ervan uit dat er eigenlijk een zeer grote invloed uitging van een aantal welbespraakte mensen met charismatische profetische gaven. Dus de eerste doelstelling was ook die mensen te gaan uitselecteren en die apart houden. Ze dus eigenlijk in quarantaine zetten? Eigenlijk een soort in quarantaine zetten. Maar het probleem is groter dan dat. In onze Belgische gevangenissen zitten momenteel 227 mensen met het etiket T van terrorist. Zij zitten verspreid over de gevangenissen of in de zogenaamde satellietgevangenissen, waar ze bijzonder geobserveerd worden. Er zijn veel gelijkenissen tussen de geradicaliseerden en de andere gedetineerden, maar ook een belangrijk verschil. Wat een wezenlijk verschil is dat de gedragingen die ze stellen uiteindelijk een fundamentele basis hebben in een religie, in een houding. Want ik heb het recht om dergelijke zaken te plegen. De meeste andere mensen die hier zitten, die misdrijven gepleegd hebben, beseffen wel dat gedrag is dat eigenlijk niet tolereerbaar is in onze samenleving. Dat is een verschil in uitgangspunt. Said werd veroordeeld voor gewone criminaliteit, maar in de gevangenis betrapte men hem op een gsm waarop haatfilmpjes teruggevonden werden. Hij zelf ontkent, maar heeft sindsdien wel de T van terrorist achter zijn naam staan. Ik ga maar ver van die zaken, van politiek, die haatzaaierij, weet ik. Allemaal, ik wil er niks mee te maken hebben. Oké, chef, dankjewel. Ja. Ze hebben mij dingen aangesmeerd, aanzetten tot aanslagen. En het verspreiden van videobeeldmateriaal. Ik was bijna van mijn stoel gevallen, dus ik bedoel, ik ben helemaal niet van die soort type. Ik heb er nooit mee bezig gehouden. Er is veel onrecht mij aangedaan. Je bedoelt dat je daarvan vals beschuldigd bent? Natuurlijk. Hoe dan ook, gedetineerden met een T-etiket worden soms ook in een bijzonder gevangenisregime geplaatst dat eigenlijk veel zwaarder is dan het regime op de D-Radex. Dan is mijn wereld vergaan natuurlijk. Gesloten regime. Voilà, 15 maanden heb je daar gezeten. Hè. Beschrijf eens hoe dat was. Voor mij was dat een hel daar. Voor mij was dat een hel. 23 uur op cel alleen. En één keer per uur per dag van me. Dat was het. Ik heb hartritmestoornissen meegemaakt. Ik ben zwaar afgevallen. Dat is een zware... Een test. Dat is Dat gaat heel mijn leven mee. Begrijp je? Heb je het gevoel dat je een stempel op je voorhoofd bij wijze van spreken? Ja, natuurlijk. Ik sta nog altijd onder T. Ik bedoel, terwijl ik er niets mee te maken heb. Ja, dat is me kapot gemaakt. Mentaal en fysiek. Dat is een psychische marteling die ik heb meegemaakt.
In het gevangeniswezen werkt men met 4 categorieën. Veroordeelde terroristen, mensen die met hen samenwerkten, de terroristfighters en haatpropagandisten en tot slot de geretineerden die tekenen vertonen van radicalisering. De vraag blijft op basis waarvan de selectie gemaakt wordt om mensen op de DRADEX te plaatsen. Dat is een zeer moeilijk gegeven, hè? Want wie is nu die profeet, wie is nu leider, wie kan zich beter wegsteken, wie... Dat is moeilijk, we hebben daar een aantal analisten op zitten. Ik steek niet weg, ik dacht van sommigen die ertoe kwamen in mijn eerste contacten die ik met die mensen had en in de eerste informatie waar ik beschikte, dat ik eigenlijk een beetje eigenaardig vond dat die hier terecht kwamen, ja. Dat is dan ook een job om dat te signaleren, hè? De 7 geretineerden die hier zitten, hebben net hetzelfde regime als alle andere geretineerden. Ze zitten de meeste tijd alleen op cel, maar kunnen wel samen wandelen, fitnessen, werken. Ze mogen selectief telefoneren en bezoek ontvangen. En ze krijgen ook de hulp aangeboden die alle andere geretineerden krijgen. Maar er is wel een verschil. Voor deze problematiek trok men 2 deradicaliseringsconsulenten aan. Ze begeleiden samen 19 geradicaliseerde geretineerden. Gert van Herk is coördinator. We hebben, toen dat deze afdeling werd opgericht, gekozen omdat we ook niet vertrouwd waren met deze problematiek, om 2 experten aan te werven. En die experten zijn aan de slag gegaan en hebben gekeken van, oké, wat heeft deze groep nog meer nodig? Zij hebben de ruimte om iets intensiever met deze groep aan de slag te gaan. Zij komen wekelijks langs. Die gesprekken zijn ook niet beperkt en zij proberen echt to the front te gaan. Het verhaal van die gedetineerden heel klaar te krijgen en om te zien wat heeft nu net gemaakt dat deze groep zo ver is gekomen om feiten te plegen in het kader van radicalisering. En we gaan kijken naar wat speelt er allemaal aan de grondslag, proberen dat helder te krijgen om daaraan te kunnen werken. Er zijn 2 mensen van de Vlaamse overheid die daarmee komen praten. Heeft dat effect? Ik twijfel. Heeft het zin? Altijd, maar heeft het effect? Dat is een moeilijke. We geraken wel met iedereen in gesprek en we krijgen ook met iedereen dat vertrouwen opgebouwd. En dat is een goede dialoog, dat is een kritische dialoog, waarbij dat mensen hun perspectief verbreed wordt en hun denkvermogen verbreed wordt. En daardoor komen zij in de gelegenheid om hun gedachtegoed wel wat kritisch in vraag te stellen. En dat vinden we belangrijk. Wij doen niet aan brainwashing, maar we geven mensen de kans om hun eigen gedachten ook in vraag te stellen. De deradicaliseringsconsulent zelf kon niet onder record meewerken. Maar de aanpak is in wezen niet verschillend van andere gedetineerden. We zien dat ook bij geradicaliseerden heel veel dezelfde noden zijn als bij andere gedetineerden. Connectie met de familie, een goed netwerk, je plaatsvinden in de samenleving, de werkstelling vinden enzovoort. Dat zijn dezelfde facetten waar dat we rond werken. Als je authentiek in een relatie gaat en je investeert in die relatie, je bouwt dat vertrouwen op, dan leer je die persoon kennen. Ook als het gaat over terroristen? Ook als het gaat over terrorisme. Het zijn mensen gelijk andere mensen. We moeten niet naïef zijn, hè. We proberen intensief met die mensen te werken of een werkingsaanbod te doen, want niet iedereen gaat daarop in, hè. Er zijn ook mensen die zeggen duidelijk, het is spijtig, maar ik werk niet met u mee. Ik doe niet moeilijk, ik zit mijn straf uit, maar ik werk niet met u mee. Die hebben we ook, hè. Het is niet iedereen... Wil met ons op pad gaan om het traject naar aanvaardbaar gedrag, zoals we stellen, te lopen. Het lijkt paradoxaal. Voor een erg kleine groep gedetineerden wordt in overbevolkte gevangenissen een hele gang vrijgemaakt en ook veel energie gestoken. Ja, dat is zo. In vergelijking met vele andere gedetineerden die in onze Belgische gevangenissen zitten, wordt er hier zeker meer energie in gestoken. Maar dat heeft verschillende redenen. Het is omdat de impact van de daden die uit het gedachtegoed, het extremistische gedachtegoed zijn voorgekomen, zo groot is en zo verschrikkelijk is, dat we willen daar hard op inzetten om dat soort gedrag te vermijden. De vraag blijft hoe je mensen op andere gedachten kan brengen. Afzonderen kan. Zoveel is duidelijk. Maar is ook deradicalisering haalbaar? Als tweede doelstelling noemen wij disengagement. We proberen zover te komen met de mensen dat we de kans dat ze opnieuw zullen aanzetten tot geweld ten opzichte van anderen, dat die kans beperkt wordt of zelfs tot nul herleid wordt.
Dat is iets anders dan het basisgedachtegoed. Mensen mogen een religieuze overtuiging van mij hebben op eender welke manier, maar ze mogen niet vanuit hun religieuze overtuigingen zelf of anderen aanzetten tot plegen van geweld. En slaag je daar ook in? Ik denk dat we daar bij sommigen in slagen. Maar dat is een moeizaam proces. We moeten eerlijk zijn, ook met de andere gevangenen slagen wij daar niet bij iedereen in. Het is denk ik een illusie te denken dat de gevangenis in staat is om al dat soort gelijk maatschappelijke problemen op te lossen. Ik werk nu 35 jaar in het gevangeniswezen. Eén ding geleerd is dat de maatschappij in het algemeen verwachtingen stelt aan zaken die in de gevangenis gebeuren die onmogelijk zijn. Twee keer per dag gebeurt er een celcontrole. Natuurlijk, omdat we hier met een kleiner aantal bezette cellen zijn, is er vaker een controle natuurlijk dan op een andere sectie waar er meer cellen bezet zijn. Is het veiligheidsprobleem hier groter dan op andere afdelingen? Nee, niet speciaal hoor. Dus gewoon een routinecontrole zoals op iedere andere sectie en op iedere andere cel. We hebben in het begin een gsm gevonden. We hebben ene keer eens sprake geweest van een voorwerp, een afgebroken tandenborstel, dat mogelijk gebruikt zou worden als wapen. Een aantal keren hebben wij ook teksten gezien die enigszins verontrustend zijn, of waar we minstens twijfels bij hadden over de betekenis daarvan. Allee, dat kon wijzen op radicaliserend of geradicaliseerd gedachtegoed. Maar we verschieten daar niet van. Dat is ook de reden waarom de mensen hier zitten natuurlijk. Anderzijds wijst het er misschien wel op dat de veiligheid toch niet helemaal is wat ze zou moeten zijn. Dat weet ik niet. Ik denk, als ik zeg dat er bijvoorbeeld een aantal verboden zaken, maar zeer sporadisch, zeer enkele keren in het begin gevonden zijn, dan denk ik dat we er goed in slagen om de veiligheid op dat vlak, of de aanwezigheid van dat soort dingen te hanteren. Mogen zij alles op cel hebben? Ze hebben hier wel speciaal bestek. Dus ze hebben veiligheidsbestek in plaats van gewoon bestek. Dus zo'n soort plastic gemaakt. Voor de rest komt het eigenlijk overeen met wat ze op de rest van de cellen mogen hebben. Dus we controleren op voorwerpen die niet aanwezig mogen zijn. Onbekende substanties of verboden substanties. Zelfgemaakte wapens, gsm's, op die dingen wordt gecontroleerd. Wat ben je nu aan het doen? Nu eigenlijk een visuele controle van de wandeling. Elke keer na de wandeling en voor de wandeling gebeurt dat ook. Als de deuren gesloten zijn, de geestpoort gesloten. En als er niks achterblijft op de wandeling. De DRADEX bestaat nu 3 jaar. Gedetineerden en cipiers blijven hun twijfels hebben en beweren dat er nauwelijks iets gebeurt. Weinig, of te weinig, maar niets is ook niet waar. Allee, ik zeg van, ik denk dat de hulpverlening, toch, dat er redelijk intensief gewerkt is, dat er een redelijk groot aanbod is van gesprekken. Mensen willen er ook niet altijd op ingaan. Hè. Ik heb dat net gezegd, mensen die daar vlak af weigeren. Maar ik wil dat eigenlijk tegenspreken. Ik zeg niet dat alles wat hier gebeurt zomaar zo snel resultaat heeft, maar er gebeurt redelijk veel. Die isolatie die werkt redelijk. Maar of dat werkt in zin van deradicalisatie, daar twijfel ik heel sterk aan. Waarom? Omdat er in mijn ogen te weinig met die mensen gedaan worden. En omdat die zo fel in hun geloof, in hun overtuiging ondergedompeld zijn, dat ze daar nog heel moeilijk gaan uitkomen. Het gevangeniswezen is 3 jaar na de start gematigd positief. Het is wel een gegeven dat de radicaliseringsgraad afgenomen is. Het potentieel gevaar tot radicalisering in de gevangenissen, dat durf ik beweren, is kleiner dan enkele jaren geleden. Op dat vlak denk ik dat we goed bezig zijn. Is onbestaande? Nee. Hè? Maar ze is kleiner. Op dat vlak zijn we goed bezig. Bij sommige mensen die hier verblijven, durf ik ook zeggen dat we de positieve weg opgegaan zijn. Is dat allemaal 100% waterdicht? Nee, hè, maar vroeg of laat gaan die mensen sowieso buiten. Hè. Er is hier nog geen ene die een levenslange straf gehad. Dus ik durf te zeggen, we zetten met een aantal van onze mensen positieve stappen. Dus ik denk op dat vlak, is dat een groot succes? Nee, zijn er kleine successen geboekt? Ja.